Hoe heet dit nummer? Kort vertond ik. Wat vandaan? Het is een nummer van Gary Peacock, dat is een bassist. Ja. En ik geloof dat het een stad in Guatemala is. Maar ik Hoe kom je dan op bij dit nummer? Hoe heb je dat gevonden? Ja, het is een, staat op een plaat die ik thuis heb uit de jaren 80. Een heel wild nummer met een hele scherpe trompet. Dat hoor je en dan? Dan denk je, dat wil ik ook. Ja, ik zoek eigenlijk een nummer wat misschien mooi klinkt op mondharmonica, maar wat het origineel heel anders klinkt. Hoe klinkt het origineel? Ja, heel ruig, heel vrij, maar nog ruiger. Ja. Dit is al een beetje ruig, maar... Ja. Zijn er eigenlijk veel vrouwen die mondharmonica spelen? Niet zoveel. Ik ken toevallig wel een bluesharpspeelster uit Frankrijk. Wat is een bluesharp? Is dat zo'n ding wat je zo... Nee, dat is wat hij straks gaat spelen. Maar een bluesharp is een kleinere mondharmonica. Het is soms een schuifje. Ja, komt dat omdat vrouwen... Je hebt toch niet per se kleinere monden? Nee, het is gewoon... Ik weet totaal niet. De muziekwereld was misschien van de jazzwereld nogal een mannenwereld. Maar er komen steeds meer vrouwen. Maar op het conservatorium kan je ook dus niet mondharmonica studeren. Nee, niet. Is dat niet heel raar? Eigenlijk wel, want waarom zou je dit niet kunnen studeren? Dus ja, ik vind het vreemd. In basis schijn je te kunnen studeren. Jij bent dus autodidact, zoals het heet. Ja. Ik heb begrepen dat we nog naar een extra nummertje van jou gaan luisteren. Helemaal aan het einde van de voorstelling. Ja, vinden we willen nu horen. Is dat mogelijk? Ja, dat kan best. Hoe heet het? Glassfish. Glassfish? Ja. Glassfish. Thank you.
had echt een beeld van zo'n doorzichtig visje in de zee. En dan had ik dit nummer geschreven. Is een titel belangrijk voor je? Jawel, maar het moet niet al te nadrukkelijk zijn. Ik moet wel de fantasie openen. Maar is het achteraf of vooraf of tijdens? Wanneer bedenk je zo'n titel? Deze toevallig achteraf. Ja. Dit past er goed bij. Ja. Ik ga even naar de drummer. Hoe was het om een mondharp te spelen? Het was toch een mondharp? Het was een mondharp in India, dat heet dat een morsing. En dat vind ik ontzettend leuk. Is dat lastig? Zou je dat ook kunnen leren? Of is dat ook weer heel veel studie? Nou, zo'n uurtje als de violist nu krijgt, dus dat ik jou zo'n uurtje geef, kan jij het ook? Ja. Vind je het leuk om af en toe even zo'n uitstapje te maken op een ander instrument? Ja, dat is ontzettend leuk. In percussie is dat geoorloofd. Ik mag allerlei instrumenten in allerlei verschillende landen spelen. Dat mag ik. Mag ik nog wat vragen, Maxime? Ja, je mag zeker wat vragen. Wie van dat stel doet nou iets met zo'n Arabisch toestand? Ja, dat is Tony volgens mij. Oh, want er is dus een long Yousour. En wie doet dat? Jij bent bezig met het concert. Vertel daar eens wat over. Ja, het is een salon voor, dat klinkt heel ouderwets. En dat is het bijna ook. Het gaat over Arabische muziek. We hebben vanavond eigenlijk al best veel dingen gehoord. Iemand die zei van Turkse muziek, daar ben ik opeens ingerold, want ik kwam het tegen en we hebben net Indiaanse muziek gehoord. En er is heel veel klassieke muziek die wij niet als zodanig kennen. Wij kennen onze Mozart en Beethoven, maar in de Arabische wereld heb je ook prachtige klassieke muziek. Maar die muziek valt niet binnen de nootjes van de piano. Die heeft hele andere tonen, de kwarttonen en hele andere ritmes. En die salon gaat erover dat we die muziek voor een deel uitleggen met een workshop en een lezing. Daarna gaan we heerlijk Arabisch eten, echt authentiek Syrische keuken, hebben we laatst al gehad. Heb je mensen voor ingehuurd of ga je dat zelf doen? Nee, daar hebben we mensen voor ingehuurd die dat geweldig kunnen. En daarna komt een concert. Dus het is eigenlijk een hele middag en avond. Het is een corso. Wanneer is dat? Het is een corso. De komende is op 28 april met Youssef Habijs, dat is een percussiespeler. En op 8 juni. Met Rima Gesjees, dat is een zangeres uit Libanon. Dat is ook heel erg bijzonder. Voel jij je zo aangetrokken om dit te doen? Om Arabische muziek zo in de spotlight te zetten? Ja, ik ben daar ooit verzeild geraakt met een jazz trio. En toen de eerste twee dagen dacht ik, mag die muziek verschrikkelijk uit op de radio. Dat ging op je zenuwwerk? Behoorlijk. En toen op een gegeven moment toen kwam ik erin, toen dacht ik, dit is eigenlijk heel erg mooi. En het enige waarom ik het niet mooi vind, is omdat ik het niet zo goed ken. En het zijn ook halve tonen, toch? Ja, kwarttonen zelfs. Het zijn er eigenlijk nog veel meer. Ze hebben tussen wat wij hebben zeg maar twee soorten witte toetsen, een C en een D, en hebben tussen nog een Cis. Maar in de Arabische en Turkse muziek hebben ze daar 8 noten tussen zitten. Dus dat is dat. Daar moet je gewoon even aan wennen. Moet je even aan wennen. Even dat kan op welke dag? 28 april in Corso met een percussionist en 8 juni met Rima Gesjees, zangeres uit Libanon. Perfect. Ik loop nog even naar het Rigatze kwartet. Want jullie hebben ook iets met een concert, hè, wat jullie aan het organiseren zijn. Wie kan daar wat over vertellen? Ja. Weet jij daar iets van? Wij spelen op 1 mei in Felix Meritus in Amsterdam een uitbrak lounge concert na alle Koninginnedag terug. Uitbrak? Dus voor alle brakke mensen? Voor alle brakke mensen na Koninginnedag, ja. Dan speel je, neem ik aan, hele relaxe, chille muziek. Ja, het wordt een soort classical lounge mix met klassieke muziek. Dus houden jullie echt rekening mee dat mensen gewoon erg moe zijn en te veel dranken puppen? Ja, we huren zitzakken en banken in, het komt helemaal goed. Hoe ziet jullie koninginnen nachten dan uit? Gaan jullie dan expres vroeg naar bed voor zo'n concert? Nee, zeker niet. Je bent zelf ook brak? Ik denk het wel. Nou, tegen die tijd hoop ik dat ik me wel weer wat beter voel. En nog even, wanneer is dat uitbrakconcert? Dat is dus na Koninginnedag, dat is op 1 april, neem ik. Of 1 mei. 1 mei, ja. In Amsterdam. En nog één keer? Felix Meritus, Amsterdam. Okay. Ga daarheen mensen, dankjewel. Wij gaan naar de Vuurdoop.